Leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Martijn en naast mij zit... Kees. En wij zitten in een heel bijzonder apparaat. Nou, dat valt mee, joh. Wanneer zie je in Nederland een V12? Een Aston Martin? Ja, dat was ook de reden, hè, dat ik hem heb gekocht. Want we zitten in een Aston Martin V12. V12S. S. Ja. Niet de gewone V12. Nee, V12 met een beetje toetsen en bellen. Ja, dit is wel een heel speciaal apparaat. Ja. Maar jij hebt een beetje een geschiedenis met Aston Martins, weet ik toevallig. Ja, ik ben al een jaar of 10 terug. Ik ben origineel op een BMW rijden, maar ik ben altijd wel een beetje fan van Aston Martin geweest. En niet van de DB9, want die is natuurlijk ook populair. Ja. En dat soort dingen niet. Nee, ja, vooral de Venti is altijd wat. Ik hou niet van een hele grote auto. Dus zelfs een BMW 3 en een 4 vind ik eigenlijk ook de mooiste BMW's. Ja, de Vantage is het compacte model van Aston. En dus uiteindelijk toen ik 60 ben, heb ik voor het eerst een hebbedingetje gekocht. Dat was een V8. Gun jezelf wat? Ja, een V8 Vantage. En uiteindelijk die heb ik 5 jaar gehad. En ja, ik ben een beetje autofreak, dus we hadden al een beetje de neus naar auto's. En ik wilde toch graag 12 cilinder hebben, maar ja, die zijn er bijna niet. En uiteindelijk is dat via heel veel... omwegen is dat toch uiteindelijk gelukt. Zo'n V8 Vantage, dat is ook al een fantastische auto. Ja, ik had ook een V8 S ook. Ja. Dus dat is net nog iets leuker. Ja, en voor de oplettende kijker, die herkent deze auto misschien. Want zowel deze auto als die V8, die hebben op de collectibles gestaan. Ja. En daar hebben Wouter en ik een video van gemaakt. Dus ik heb deze auto al eerder van dichtbij mogen besnuffelen. Ja. Ja, het is fantastisch dit. Ja, deze, wat wel heel comfortabel is dat eigenlijk deze is, het is wel 12 cilinder, maar hij is rustiger als 8 cilinder. Ja, je kunt het goed vergelijken, je hebt ze nu allebei gehad. Ja, hij is rustiger. Groot verschil nog qua... Nee, ja, maar het is gewoon rustiger. Ik weet niet wat het is, maar het rijdt gewoon... Je zou verwachten van dit is veel sneller, meer pk's, maar het is gewoon een beetje... Ook een veel grotere motor natuurlijk, die 4.7 Dit is 6 liter natuurlijk. En dit is een 6 liter, met 4 cilinders, gewoon de helft meer cilinders. Ja. Nee, maar op zich, nee. Ik had de V8 ook heel veel plezier hoor, maar dit is gewoon wat anders. En wat wel heel fijn is voor deze auto met keramische remmen, weet je, dat was het wel... Ik vind eigenlijk dat alle oudste Martins, niet alle oudste Martins, maar ik vind eigenlijk... dit soort auto's moet je eigenlijk gewoon keramisch scherm hebben. Ja, dat als je een keer... Dat liet wat te wensen over, die V8. Ja, ik vind, als je echt een beetje een keer... je hebt allemaal een keer wat je een keer gas geeft of zo, of even optrek. Ja. Weet je, niet dat je dan altijd loopt. Nee, maar de snelheid komt ook weer een keer uit, vooral voor korte stukjes. Ja. Zat ik toch als de bidden van, hey, stop nou. Maar, ja, was het zo ernstig? Maar met deze helemaal niet. Nee, deze is echt... Ja, het is, dit heb je gewoon constant gevoel in je rempedaal met keramisch scherm. Maar dat had ik... Mijn vrouw heeft wel een M4 ook met keramische remmen. En die heeft dat ook, weet je wel. Ook, een stukje veiligheid het gevoel dat het je geeft. Ja, het vertrouwen. Geeft een heel vertrouwen gevoel. Het is ook niet mis. Want hoeveel pk heeft deze nou? Deze 600. 600 pk. Ja, in een niet hele grote auto. Met wel 6 liter die er tegenaan staat te duwen. Ja, het is net zo groot als een BMW 3 serie natuurlijk. Ja, maar dan met een dubbele aan motorblok. Ja. Flink apparaat hier. Ja, dat is toch fantastisch. Dit komt ook gewoon niet meer, zo'n atmosferische V12 in zo'n sportauto als dit. Nee, maar dat was ook de reden waarom ik hem graag wilde hebben. Ik denk, ik ben toch een beetje autofreak. Ja. En een 12 steen, er gaat niemand geen 12 steen meer bouwen, dus die wordt nooit meer gebouwd. Nee. Ja, want die nieuwe Vantage is ook een heel andere auto met die Mercedes Vantage met turbo's. Ook een heel fijne auto, maar niet zo, heel anders dan dit, zeg maar. Ja, maar dat zijn natuurlijk ook hele goede auto's. Dit is gewoon een hebben ding. Als je hier 3 winters mee gaat rijden met zout en pekel, dan blijft er ook niks van. Dat is ook zonde. Ja. Nee, maar ik bedoel, een BMW kan dat tegen, maar bijvoorbeeld, zo'n Martin moet je echt niet met... Op de dorpel staat voor mij altijd van handbuilt in England. Dat vat het goed samen, vind ik altijd. Het is heel veel karakter, niet alle details zijn even fantastisch, maar het is wel echt een gave beleving. Terwijl we hier met 27 km per uur wat land tokkelen. Jezus, wat een bagger hier. Ja, het gaat goed los. Het is augustus op het moment dat we dit opnemen en de zomer is ons niet gunstig gezind. Nee, dat is nog geen zomer geweest. Komt die normaal wel buiten in de regen, deze auto? Of, ja, zelden. Alleen bij speciale... Oh, sorry, dus ik rijd. Ik maak nu de onderkant nat van jouw speeltje. Nee,
bent. Maar meestal, met slecht weer ga ik meestal nee. Ja, als een auto die je niet nodig hebt, dan pak je inderdaad iets anders. Dan hou je deze voor de leuke dingen. Hij gaat meestal in november gaat hij de garage in en dan komt hij in april of zo weer uit. Ja, ja, dat valt toch geen lol aan te dat beleven. Dat kan lekker helemaal droog staat. Precies. Daar houdt zo'n auto ook... ja, is gewoon goed voor zo'n auto. Dat hij niet te lijden heeft onder het winterweer. Vaak met de flippers, omdat hij heel snel, dat is natuurlijk wel comfortabel, gaat heel snel als hij wegrijdt, gaat hij heel snel schakelen. Weet je? Nee, dus rij je al als hij 70 of 80 rijdt, rij je al in 7. Ja, lekker. Nou, kan makkelijk joh, met zo'n 6 liter ja, per 12. Ja, maar dat is niet leuk. Nee, dat snap ik. Een beetje rustig houden in de regen. Maar die V8, dat bleef kriebelen om daar die V12 over te stappen? Ja, wel, ja, maar... Ja, vind er maar eens één. Ja, vind er maar één. Ja. En het moet ook een beetje betaalbaar zijn, weet je. Op een gegeven moment, nou, dit was via Collectibles, is toch goed gelukt, jong. En die achtsteen, die gingen wel, ja... Ja, die heb ik via de Collectibles opgekocht. Ja, ik denk, ik ga er geen 2 houden of zo. Nee, dat wordt het wel heel erg een museum. En die hebben ook een goed baasje gevonden, ook leuk. Iemand die je per se wilde hebben, weet je wel, dus... Ja, ook, ja, dat is ook een S, dus toch ook alweer wat specialer dan de gewone V8. Nee. Uit van die V12 is ook wel magnifiek, hè? Ja, ja. Echt een heel andere beleving dan die V8. Die klinkt lekker rauw. Ja, die V8 is veel rauwer, ja. Grote motor in zo'n auto zit. Het is ook gewoon heel vol daarvoor als je onder de kap kijkt. Een beetje gas geven. Het loopt zo mooi door. Ja, gaaf. Maar Aston is het merk voor je nu? Nou ja, voor ze hebben ding wel. Kijk, mijn merk is altijd BMW geweest, dat zal wel blijven ook, maar ik vind dit heeft BMW niet. Nee. Nee, Aventis vond ik altijd qua lijnen de mooiste auto die er is. Ja, dat ben ik wel met je eens. Echt. Qua lijnen de Aventis, weet je echt heel goed oud. Ja, dus ik vond, op een gegeven moment, toen ik 60 was, heb ik die V8 gekocht. Ja. Ja, toen ik 65 was, heb ik deze gekocht. En als je 70 wordt, dan zien we dan wel weer. Dan is het wat moet ik hiermee, maar als je hem dan zo doorhaalt en dan die volgende versnelling erin. Ja, maar deze is ook alweer, die kun je zien, hè? Mijn achtcilinder was van 2011, deze van 2014. En is ook wel iets verbeterd, dat is ook iets weer rustiger. Weer nieuwe software of zo erop. Ja, het is ook weer wat schakelen, weer wat rustiger. Ja, dus. Ja maar dit, ik moet even terugdenken aan toen we vorige, dat is ook een speciale uitvoering toch, met al die gele accenten. Ja. Dit was in 2014 was 100 jaar bestaan van Aston Martin. Okay. En toen hebben ze een verjaardagsfeestje. Toen hebben ze dit als ware als een soort van jubileum uitgaven. Ja. Hebben ze toen een aantal van deze auto's gemaakt. Ja. Deze komt officieel uit Zwitserland. Oké. Okay. Echt heel gaaf dat geel. Niet too much, maar gewoon het breekt dat zwart mooi, zeg maar. Ja, ik ben normaal helemaal niet van dit soort dingen, maar bij deze vond ik het wel mooi. Ja. Een spelen dingetje mag het ook wat meer opvallen, toch? Ja, maar het is niet te. Nee, het is gewoon... Breekt het zwart mooi, anders is het helemaal zo'n alles zwart. Ja, maar je ziet dat het nodigt helemaal niet uit, tot het is helemaal niet zenuwachtig. Nee, absoluut niet. Nee dat, als je bijvoorbeeld een Golf GTI hebt of zo, weet je wel, dat is gelijk heel erg zenuwachtig. Ik heb er wel respect voor, we rijden toch met 600 pk in de regen, maar het is niet het gevoel dat die ieder moment met je aan de haal kan gaan. Maar ik vind dat het scheelt ook enorm, zo'n atmosferische motor. Opbouw, zo mooi lineair. Ja, fantastische auto. Maar waar gebruik je hem dan voor als het spelen dingetjes? Nee, ik rijd er wel af en toe mee. Gewoon als je zin hebt om even te onthaasten. Ja, ik rijd door de week wel mee naar de zaak, gewoon in plaats van de BMW. Oh, ja. Of als een keer het weekend ergens heen gaan, dan pak je niet de BMW, pak je deze als het een beetje mooi weer is. Ja, daar is het ook wel de auto voor. Het is meer,
klinkt arrogant misschien, maar het is meer een hebben ding als dat je ermee rijdt. Ja, je hebt het zelf verkocht, toch? Ja, ja, het is gewoon goed voor jezelf zorgen. Ja, hoor. Nee, het is gewoon. Je hebt ook meer van die dingen, weet je wel. Ja. Je kunt je geld op veel dingen stuk slaan. Laat het dan een leuke auto zijn, toch? Als je een petrolhead bent. En nieuw is niet te betalen. Nee, dus dit soort auto's natuurlijk. Nee, dit soort auto's nieuw. Dat schrijft niet gewoon niet leuk. Die eerste klap afschrijving gaat wel heel hard. Ja. Daarna stabiliseert het voor mijn gevoel wel wat. Volgens mij zijn de vroege V8's zijn hier door hun dip heen alweer. Ja, maar als je V8 hebt en je hebt gewoon een mooie V8, die zakken bijna niet onder de 40.000 euro. Nee, natuurlijk. Die hebben echt een dieptepunt bereikt. En deze zijn er bijna niet. Nee, dat is helemaal de dagprijs. Ja. Heel gaaf. Maar wat voor BMW rij je dan door de weeks? 550 diesel. Oké, okay, diesel. Dat worden ze steeds minder. Wel hele fijn, maar echt heel wat anders dan dit. Ja, nee, maar dat rijdt gewoon fantastisch, man. Dat heeft natuurlijk een koppel van hier tot Tokio. Ja. Dus dat rijdt gewoon, super deluxe. Ja, dus dikke diesels blijven daar toch heel prettig voor. Nee, het is echt gewoon. Ja, toch apart. Heel comfortabel, snel. Ja. Maar dat je dus zeg maar. En dan rijdt. Het is gewoon eigenlijk een sportwagen, maar dan een limousine. Het is gewoon super snel. Ik vind het bijzonder dat je dan na 40 jaar, zeg maar, ongeveer BMW rijden, dan toch op een Aston Martin uitkomt. Ja. Er zijn er ook best wel wat BMW's de revue gepasseerd, denk ik zo. Jawel, ja. En ik heb die M4 ook nog, weet je wel, dus dat is ook wel een fijne auto. Ja. Maar dit is gewoon anders. Maar... Ja, dat is niet te vergelijken. Nee, dit heeft een 6-cylinder turbo met een atmosferische V12. Die nieuwe Ventus ook, vind ik best wel een mooie auto, maar ik vind dit model mooier. Ja, dat zou je niet overwegen? Nee. Op basis van de motor? Of? Nee, ook een model. Ik vind dit model gewoon mooier. Plus, er zit een Mercedes motor in. Daar zit natuurlijk wel dat kan natuurlijk niet als BMW man. Ja, Mercedes motor. Nee, maar er zit natuurlijk best wel een goede motor in. Het is een van de beste motoren van Mercedes die erin zit. Dus wat dat betreft... Vind ik ook altijd. Als je dan toch ergens een motor moet nemen, laat het dan die zijn. Ja, nee, het is gewoon hartstikke goed. Hij heeft ook heel veel verschillende klanksoorten. Hè? Haast met de flippers voel je een soort dirigent. Laag in de toeren klinkt hij heel ruig. Ik zie je sportknop. Ah ja, nu horen we er nog wat meer van. Ja. Bij deze niet zo, bij die 8 is dat een heel groot verschil. Dat is sport gebruikt. Ja, dat is achtste klep wel. Open. Bij deze val mee, maar een klein verschilletje bij deze. Ja. Met de drempels. En je rechtdoor mikken. Ja, wat een beest. Voelt gewoon aan alles zo'n soort oerkracht. Fantastisch. Dit verveelt ook nooit volgens mij. Ik snap ook wel dat je af en toe hiermee naar de zaak rijdt. Nee. Gewoon even jezelf weer de baas van dit spul voelen. Nee, maar bedoel, de zaak rijdt eigenlijk ook niet harder dan 120 of zo, weet je wel. Dat gaat gewoon helemaal niet rond Rotterdam. Maar het maakt helemaal niet uit, je kan heel rustig gewoon 120 met je auto rijden. Ja, maar dan nog, het voelt gewoon constant speciaal. Je hebt echt het gevoel dat je met iets heel bijzonders onderweg bent. Dat gevoel geven niet zoveel auto's je... Maar zijn er nog dromen op autogebied? Nee, ik zou niet weten op dit moment in ieder geval niet. En ook met de auto? Ik kan me voorstellen dat je dit nog een keer over een Alpenpas of zo zou willen sturen. Ja, nee, maar misschien ook een keertje. Maar als je met zo'n auto naar Portugal zou rijden, dan ben je helemaal gesloopt. Ja, dat is ook wel heel veel. Ja, maar met de Alpen, dat is ook nog 1000 kilometer. Ja, maar kijk, hij heeft natuurlijk altijd in Zwitserland gereden. Ja. Die mensen. De vorige eigenaar die woont ook in Zwitserland. Ja, ik denk dat in Zwitserland is natuurlijk eigenlijk een prachtige auto eigenlijk. Ja, dan is Nederland qua inspirerend autorijden dan toch... Ja, maar dan moet je eigenlijk een beetje noorden wonen, een beetje Drenthe, Friesland, Groningen. Ja. Dat je dan een beetje binnen doorrijdt. Ja, we hebben hier al een mazzel met, niet met het verkeer, maar wel met de hoeveelheid bochten. Dat is wel on-Nederlands. Maar is er dan ook een Aston Martin Club of zo waar je mee gaat toeren? Of? Nee hoor, Aston Martin krijg je wel eens een beetje van die uitnodiging, weet je, dan mag je naar... Of een nieuw model komen bekijken. Nee, dan heb je bijvoorbeeld een Aston Martin dag bijvoorbeeld op Nürburgring. Ja. En dan kan je meedoen of zo, maar dan
kijk die drieven te zien en denk, jeetje mensen, dat gaan we dus niet doen. Nou, daar mag je gewoon vorstelijk voor betalen. Ja. Er is wel een hele lekkere lunch bij waarschijnlijk. Ja, ja nee, dat is niets voor mij. Ik ben blij met de auto, maar... Het wereldje eromheen, dat is van jou niet zo besteed. Ja, jawel, dat vind ik wel leuk, maar ja. Een beetje onbetaalbaar. Dus dat, ja, loopt. Dan wordt een dagje uit, wordt dan ook wel heel snel heel duur. Terwijl het al speciaal is. Ik ben er ook gewoon zuinig op, weet je wel. Ja. Ik ga meestal naar België, naar Nielen, naar Michels. Dat is heel, ook vreemd natuurlijk. Hè. Ik ga, vanuit Rotterdam. Vanuit Rotterdam, naar Antwerpen allemaal mee. Maar dat is ook een familiebedrijf. En dat zijn ook allemaal van die vakidioten. En als je er komt ook, weet je, dan ben je gewoon echt klant. Ja. Dat is wel hartstikke leuk. Ja, maar dat wil je toch ook, dat je zo behandeld wordt? Maar dan zie ik ook gasten, weet je wel, die ook met een ventjes rijden, die op circuit zitten. En, ook met V12's, hè, die op circuit rijden, nou, die zijn gewoon helemaal alle kanten in elkaar. En, daar heeft zo'n auto wel op moeten leiden. Ja, en het zit helemaal niks. Ik denk, ja, dat zou niet kunnen. Ja, het is een gebruiksvoorwerp, maar en die hebben veel meer dan dat. Heel veel van die oude smarten worden echt gebruikt voor op circuit. Ja. Maar dat zijn bij mij, nee. Nee, dan krijgt zo'n auto wel echt op zijn donder. Ja, zowel mechanisch als cosmetisch. Ja, maar steenslag en een kapotte voorruit, daar begint het mee, zeg maar. En een kapotte rem. Dat ragen, weet je, dan moet je echt gaan trappen en ragen. Ja. Ja, dat past helemaal niet bij mij. Ja, maar dat hoeft toch ook niet met iedere auto om die lol eruit te halen? Zelfs die bijna naar Zandvoort gaat, hebben ze natuurlijk ook van die Aston Martins, hè? Die achtcilinders. Ja. Die hebben ze daarbij. Maar, ja, die zijn helemaal... Ja, die krijgen ook goed op hun donder. Rijden natuurlijk ook, zijn ook helemaal, onder de duizenden bestuurders die daarin rijden. Het verbaast me dat die dingen heel blij hoor. Het blijkt wel voor de techniek, als het daar goed gaat. Dat dan, hebben we nog niet verteld hoor, maar... Ja, anders kan het ook niet uit qua verhuurkosten als het altijd stuk gaat. Nee. Nee, snap ik wel. Ik zou het ook hebben als je zoiets speciaals hebt, dan koesteren wat je zegt. Ja, liever niet in de regen. Is dit nog geen zoute regen zoals in de wintermaanden? Nee, maar in de winter moet je helemaal niet meer rijden. Nee. Ja, maar dat is het ook speciaal als je hem op het voorjaar dan weer uit de stalling haalt en voor het eerst weer hoort en voelt. Kijk, je moet die auto niet kopen vanwege de kwaliteit. Weet je, dat is natuurlijk gewoon... Kwaliteit, het is gewoon Engels, nou, dat weet je zeggen. Als je onder de kap kijkt ook, het is allemaal aluminium en niet gespoten. Het gaat corroderen. Ja, het is ook geen rationele auto, het is toch emotie. Het is gewoon het gevoel wat het je geeft, hoe die klinkt en alles eromheen. Kijk, die BMW daar rij je mee in de winter en die spuit je schoon is klaar. Ja. Als je met deze met de winter rijdt, dan... Ja, maar dan ben je ook boos als hij rammelt. En met deze heb je zoiets van, ach, al rammelt er helemaal niks, daar niet van. Maar bij wijze van... Anders was je niet op een Aston Martin uitgekomen. Dan had je wel een 911 gekocht of zo. Ja, dan moet je geen Porsche kopen. Dat blijft wel heel. Ja. En dan moet je een Porsche GT3 hebben of zo. Maar ja, die hebben heel de wereld. En dan heb je geen V12. Nee, maar bedoel, je kunt ook een snelle auto hebben, maar een GT3. Ja, er zijn er zoveel van. En deze is veel leuker, want die zijn er bijna niet van. Ja, daar rijden ze gewoon in het treintje het circuit op en af. Ja, ik bedoel, een GT3 is een hartstikke dure auto. Ja. En natuurlijk een perfecte auto. Maar ja, dit kom je nooit tegen. Nee. Hij vindt het echt gaaf. Vooral dat hij helemaal zo zwart is van buiten, dan met die gele remmen. Het ziet ook gewoon meteen heel speciaal uit, de hele vorm. Gewoon echt een klassiek sportauto. Ik heb er nog geen tegengekomen in Nederland. Nee, ook niet. Ja, deze, toen we gefilmd hebben, een paar maanden terug. Ja, volgens mij is dit ook de enige die zo is in Nederland. Zo. Met zo'n uitvoering. Ja, en er zijn er ook maar, ik geloof dat er maar iets van 12 S'en, dat er maar iets van 10 of 15 in heel Nederland zijn. Ja, in totaal van de S of van de V12S? Van de V12S, okay. Ja, 10 of 15 maar. Nee. Vindt u nog best wat voor zo'n klein land? Ja. Toch wel Aston Martin fans? Ja, er is nog één Aston Martin, hè. Die Walmart 7, hè. Dat is natuurlijk helemaal, maar ja, dat is niet te betalen. Nee, dat is natuurlijk helemaal... Dat is natuurlijk miljoen plus volgens mij als je dat 2 wil. Miljoen, hè? Ja, 2,5. Daar kun je ook een hele garage met andere spullen voor vullen. Dat is natuurlijk wel helemaal uniek, maar ja. Dat zulke absurde bedragen kom je dan terecht. Er zijn er 77 van gemaakt, hè? Ja. Ik geloof ook dat dit is dan voor mensen hun derde, vierde, vijfde auto. En dat soort auto's, zelfs van die Bugatti's, dat is dan iemand zijn 40ste auto of zo. Nog weer een heel andere categorie. Ja, ik vind dit echt heel gaaf. Ik hoop je hebt er niet meer gereden, hè? Nee, zeker niet. Dit is... Denk ik ook lang geleden dat ik met een atmosferische V12 reed. Heel gaaf.
Voor nu bedankt dat ik hier mocht rijden. Leuk dat jullie hier naar hebben willen kijken. Heb jij nou ook een bijzondere auto? Maakt niet uit hoe bijzonder, maakt niet uit hoe oud je bent. Als je er een leuk verhaal bij hebt, daar zijn wij dol op. Meld je aan, URL hieronder. En bedankt voor het kijken. Hoi hoi.